Kanaalbruggen naar renovatie officieel weer opengesteld. Royal Talents middelpunt van Open Monumentendagen in Apeldoorn. 100% moddervrij garantie bij Blinkrun 2015. Jongeren leren circustechnieken van ervaren circusdocenten. Het vernieuwde Binas-lokalen van het Christelijk Lyceum spectaculair geopend. Noodopvang asielzoekers verkast van Amerikahal naar de ijsbaan. Aanpak nieuwe water- en gasleidingen roept veel vragen op. En project Schoorsteengeluk nu ook in Apeldoorn gestart. De drie kanaalbruggen die vanaf begin november van het vorig jaar een grondige renovatie hebben ondergaan, zijn afgelopen vrijdagmiddag officieel weer in gebruik genomen. De historische bruggen over het Apeldoorns kanaal, de Woudwegbrug, de Scherpenbergenbrug en de Klabanusbrug zijn voor het huidige verkeer 80 centimeter breder en veiliger gemaakt. De renovatie was voor de uitvoerende een uitdagend project. Voor ons op zich een heel leuk project, met name omdat het voor onszelf veel werk was in de zin van we mochten het ontwerp doen. Eigenlijk ook al vanaf de inspectie hebben we de werkzaamheden gedaan, dus de inspectie, het ontwerp, de uitwerking van het ontwerp en vervolgens ook de aanbesteding en de uitvoering met de aannemer. Dus dat was heel leuk, maar ook voor de gemeente een heel leuk project, omdat het toch de start is van allerlei andere werkzaamheden in het Apeldoornse kanaal en het zijn gewoon hele mooie bruggen. In die zin, allerhande werkzaamheden in het Apeldoorns kanaal, weet jij meer eens bij? Nou, dat denk ik wel, maar er spelen gewoon heel veel dingen bij de stichting die waar ze mee bezig zijn om natuurlijk het hele kanaal bevaarbaar te maken. En ja, dat is nog natuurlijk een heel groot iets wat staat te gebeuren, waar we in ieder geval op voorbereid zijn. En ik ook heel benieuwd ben wat er allemaal nog gedaan moet worden. De bruggen zijn functioneel klaar om in de toekomst beweegbaar te maken. Dit is gedaan omdat er een behoefte bestaat om het Apeldoorns kanaal in de toekomst weer bevaarbaar te maken. Met een grote kraan werd vrijdag de Woudwegbrug geopend om een vloot kanovaarders door te laten. Scholieren van de basisschool uit Lieren zaten in de kano's. Wethouder Detlef Sizo van de gemeente Apeldoorn was in de kraan geklommen om de brug voor de stoet kanovaarders te openen. Daarmee was de heropening van de drie bruggen een feit. U noemde het Apeldoornse kanaal net een parelketting. Ja, is natuurlijk ook. Het slingert zich mooi door onze gemeente. We moeten echt oppassen dat deze parelketting echte parelketting blijft en geen scheidslijn. En daarvoor zijn deze bruggen dus ook heel erg belangrijk. Bruggen die passen bij het kanaal. 1868 is het gereed gesteld. Deze bruggen herinneren keurig natuurlijk aan deze periode. En we kunnen ze openmaken, dat heb ik getoond. Bruggen zijn trouwens nog heel. Ook naar mijn gepruts. Het kan open, ook in de toekomst. Als het kanaal ooit bevaarbaar wordt, zijn ze dus te gebruiken. En hartstikke leuk dat kinderen, de nieuwe generatie, nu onder deze brug doorgevaren is. Ik kan me nog herinneren dat je echt vrachtschepen voeren, maar dan moet je wel een zekere leeftijd bereikt hebben. Wil je dat nog zelf aanschouwd hebben? Toekomst, u zegt bevaarbaar worden. Zijn er al nadere plannen voor? Nadere ontwikkelingen? Gedeeltelijk is het natuurlijk al. Als we naar de noordkant kijken, het wordt steeds verder bevaarbaar. Op den duur zal het ongetwijfeld nog een keer gebeuren. Of ik het nog als wethouder meemaak, durf ik te betwijfelen. Maar we houden natuurlijk de hoop dat ooit weer eens een keer ook wat grotere schepen op dit kanaal varen. De renovatie van de drie historische kanaalbruggen kostte ruim 1,4 miljoen euro. Het waterschap, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn hebben samen de renovatie van de bruggen mogelijk gemaakt. De Open Monumentendagen, die in het afgelopen weekend plaatsvonden, werd in Apeldoorn bij de verffabriek Royal Talents gestart. De fabriek staat sinds 1899 op praktisch dezelfde plek aan de Sophialaan in Apeldoorn. Burgemeester John Berens verrichtte de feestelijke opening van de Open Monumentendagen in Apeldoorn. Ja, dit kan een burgemeester. Hiermee Open Monumentendagen Apeldoorn geopend. Dank voor uw aanwezigheid. Wat maakt Talens zo bijzonder?
Nou, ik denk dat Talen staat voor kwaliteit, voor ambacht en voor kunst en voor een lange traditie van hoogwaardige materialen. En dat is belangrijk, want wij willen mensen stimuleren om te beginnen met creatieve expressie en veel te gaan tekenen en kleuren. We vinden dat belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. De creativiteit wordt daardoor gestimuleerd en we zijn van mening dat daardoor volledige mensen zeg maar, ontstaan. Ja, want de verven die worden gemaakt zijn speciaal eigenlijk voor kunstenaars? Ja, ze zijn voor kunstenaars, maar de kunst verplaatst zich meer en meer ook nu van het doek naar bijvoorbeeld materialen. Hè. Ga een stoel oppimpen, ga een mooie muur schilderen, ga iets wat je nog hebt kleur geven. En dat is ook creatieve expressie, dat mag ook. Niet veel later opende de burgemeester op artistieke wijze het nieuwe Royal Talents Experience Center. John Berens komt uit de schildersfamilie en was daardoor heel enthousiast over dit initiatief van Royal Talents. U heeft net het Talents Experience Center geopend. Wat vindt u ervan? Ja, heel bijzonder. Dit is echt een nieuwe parel op de kroon van Apeldoorn, durf ik wel te stellen. Hier worden workshops gegeven. Het hele assortiment van talen, Royal Talents, is hier aanwezig. En ik heb begrepen van de CEO dat je kunt hier op zaterdag altijd in, als je wil. En door de week op afspraak, om dus workshops te volgen. Maar ook dingen te kopen hier, van de producten die hier in de fabriek hiernaast worden gemaakt. Nou, het Talents Experience Center is in feite een onderdeel van het Maakfestival gemaakt in Gelderland. Wat vindt u van dit festival? Ja, geweldig natuurlijk. Het is zo goed om ja, ik zeg wel, het gaat altijd om Nederland. Hè? Misschien op een bepaalde manier ook wel over meerdere landen. Maar hier kun je laten zien wat Gelderland aan kwalitatief hoogwaardige producten heeft. En daar is Royal Talents er één van. Maar zo hebben we ook fabrieken op het gebied van prachtige cv-ketels. Zeer innovatief. De maakindustrie, laat ik het zo maar zeggen, is hier goed vertegenwoordigd. Wat houdt in feite nu het Experience in? Nou, Experience Center is een belevingscentrum. Hè? Dus wij willen mensen de beleving geven hoe het is om te werken. En met kleuren en om te schilderen. En wat is er allemaal te doen? Nou, er zijn hier dus elke zaterdag workshops. Elke zaterdag een ander thema. Bijvoorbeeld, hoe is het om met onze mediums en vernissen te werken? Of hoe is het om met onze nieuwe spuitbussen te werken? En onze kunstenaars, die gaan hier dan een workshop geven. Ja, vandaag zijn er ook allerlei workshops, heb ik begrepen, waar mensen aan mee kunnen doen. Is er al veel animo voor? Ja, er is ontzettend veel animo voor. Dat is natuurlijk waarom we dit ook gestart zijn. Al jarenlang worden wij gevraagd door rondleidingen die we hier doen. In het binnen- en buitenland moet ik zeggen van, goh, kunnen we nog wat meer met jullie? Nou, dat kan nu dus. Op de nieuw aangelegde parkeerplaats van Royal Talents waren diverse schilderkunsten te bewonderen. Een aantal standhouders vertoonden daar hun werken of verkochten complete schilderijen uit uiteenlopende creaties. Er werd ook een rondleiding gegeven door een gedeelte van de verfproductielijn van Royal Talents. Al vroeg stonden daar mensen in de rij om dat te bezichtigen. Het was ook een bijzonder moment omdat er niet eerder een publieke rondleiding in het pand werden gegeven. Het publiek kreeg van bovenaf een mooi beeld op een gedeelte van de productielijn. Daar werden diverse verftubes gevuld, dichtgeknepen en ingepakt. Mevrouw, wat vindt u van deze open dag van Talents? Ja, heel verrassend. Ik heb niet gedacht dat het zo groot was. Heeft u interesse überhaupt in kunst en dergelijke? Ja, kunst wel, maar ik kan helemaal niets van schilderen. Niet van schilderen, maar toch maar even gaan kijken hier in deze verffabriek. Ja, zeker, ja. Het was voor de eerste keer dat Royal Talents meedeed aan de Open Monumentendagen. Op tal van andere plekken in Apeldoorn werd het publiek uitgenodigd om in de monumentale panden te komen kijken. Bij Sociëteit Apeldoorn aan de Kerklaan was taxateur Bert Schavenaar aanwezig. Onder het motto tussen nep en echt konden de bezoekers hun kunstschatten op waarde laten taxeren. Wat heeft u net laten taxeren? Het is een Hebbelink. Een? Het is van Hebbelink. Ik zeg maar niks, maar laat ik kan nog iets laten zien. Zo. Het is hem. En qua waarde, bent u daar al wijzer van geworden? Een paar tientjes, zei hij. Een paar tientjes. En hoe oud is dat schilderij? Hij is uit de jaren 30. Dus, ja, ja. En hoe komt u eraan? Mijn moeder heeft dit op de rommelmarkt meegenomen. Er zat een andere plaat overheen. En mijn moeder ging eigenlijk voor het lijstje. En op een gegeven moment haalde ze dan die andere plaat vandaan en kwam dit tevoorschijn. Alleen de waarde valt een beetje tegen, hè? Nee, wel echt. U had niet helemaal van open, dus. U heeft net een oud stuk speelgoed te laten taxeren. Ja, ja. En wat is de waarde ervan? Nou, de taxateur zegt ongeveer 500 euro. Zo zeg. Valt dat mee of niet? Nou, het is. Hij vertelde dat vroeger. Een aantal jaren geleden is er een enorme hoos geweest in deze ADO-artikelen. En toen gingen die dingen voor misschien wel 1000 euro weg. Ja. Hè? 700,
800. Dus Een paar duizend gulden. Oh ja, zo. Ja. En hoe oud is dat speelgoed? Dit is uit de jaren 20 is dat gemaakt. En dit, ik hoorde het net van mevrouw, dat die uit 1927 is. Zo. En u gaat dat nu verkopen? Of u gaat nou, hij is niet van mij, hij is van mevrouw. Mijn kinderen spelen er nog mee. Nog steeds? Ik heb al 3 generaties mee gespeeld. En ze zitten er bovenop en ze rijden ermee. Dus hij blijft in de familie? Hij blijft in de familie, ja. Dank u wel. De Sociëteit Apeldoorn is een van de deelnemers van de Open Monumentendag. Met een bepaald thema. Wat is het thema eigenlijk? Het zijn er 2 vandaag. Dat is het taxeren van kunst en kitsch. Wij mogen weliswaar die naam niet gebruiken. Wij noemen dat tussen nep en echt. Maar iedereen begrijpt dat het om kunst en kitsch gaat. En daarnaast is hier het vertelgenootschap. Dat vertelt verhalen over het ADO-speelgoed. ADO-speelgoed is in de jaren 20 hier in Apeldoorn ontwikkeld in het sanatorium wat in Bergen-Bosch stond en wat als arbeidstherapie gemaakt werd. Het ADO-speelgoed is een product wat hier gemaakt is in het sanatorium Berg en Bos. En het is ontworpen door Koos Verzu. Het werd gemaakt als product van arbeidstherapie voor mensen dus die het aan TBC leden. En het werd destijds zo genoemd omdat ADO stond voor arbeid door onvolwaardigen. Later, in 1962, is dat veranderd in apart, doelmatig en onverwoestbaar. Omdat het niet sociaal geaccepteerd was dat het zo genoemd werd. Maar in de begin jaren 20, toen het gemaakt werd, toen hadden de mensen daar wat minder moeite mee. Ja. Is er überhaupt belangstelling voor een verhaal over het ADO-speelgoed? Ja, het is ook al eerder in het CODA tentoongesteld, zoals hier in de vitrine te zien is. En er zijn boeken over geschreven, er is veel documentatie over en het wordt nog steeds gemaakt. Dus er is nog steeds belangstelling voor dat speelgoed. Er is nog steeds een afzetmarkt voor het ADO-speelgoed? Ja, en zeker op Marktplaats, de oude stukken, die worden verhandeld voor een heleboel geld. Zijn er nog meer activiteiten vandaag hier? Nee, het is gewoon voor ons een kans om de Apeldoornse burgerij kennis te laten maken met het begrip sociëteit. Wat is de sociëteit nou eigenlijk? Hè? We bestaan pas 166 jaar en van die 166 jaar zitten we 136 jaar op deze plek. Heel veel mensen kennen het gebouw, maar hebben geen flauw idee wat hier gebeurt. Ik denk dat de drempel heel erg hoog was altijd. Dat proberen we wat te slechten. En daar gebruiken we dit soort dagen voor, dat mensen hier naar binnen kunnen lopen en eens kunnen horen wat gebeurt hier nou eigenlijk. We zijn een gezelligheidsvereniging, al 166 jaar. Alhoewel ik denk dat bij de start van de sociëteit het ook een beetje een businessclub was. Toen waren er nog geen andere activiteiten. De Rotary's bestonden niet, de Lions bestonden niet. Businessclubs, die term kenden we helemaal niet. Dus in die tijd was ook de burgemeester van Apeldoorn voorzitter. Dat is lange tijd zo geweest. Alleen in deze tijd niet meer. Burgemeesters willen dat niet meer. In de Sociëteit Apeldoorn konden bezoekers zelfs op een oude kegelbaan een balletje laten rollen. En dat ging soms heel erg goed. Je moet er maar zin in hebben om eerst een aantal honderden meters hard te lopen, een duik te nemen op een smerige glijbaan, om daarna door de wasstraat jezelf weer helemaal schoon te krijgen. Deze bijzondere manier van vermaak heet simpelweg de Blinkrun 2015 en werd afgelopen zondag aan de Laan van Spitsbergen in Apeldoorn gehouden. De Loopzussen organiseerden deze Blinkrun. Fiona Marcus, jij bent van de Loopzussen en jullie hebben vandaag de modderrace of de Blinkrun georganiseerd. Waarom hebben jullie het georganiseerd? Nou, vorig jaar deden we het eigenlijk zeer spontaan en dit jaar hebben we besloten om het groter aan te pakken met een goed doel erbij. Project Heftig. En nou ja, we hebben op dit moment 100 deelnemers en misschien nog wel een paar meer die nog spontaan aanhaken. Dat is eigenlijk de reden, Project Heftig. Oké, Project Heftig, daar is het dus voor. Want ja, vorig jaar was het dus voor het allereerste keer, maar hoe zijn jullie dan opgekomen en hoe is het idee ontstaan? Nou, vorig jaar, zoals ik zeg, was het een spontane actie. We hebben gewoon wat geks bedacht tijdens een trainingsavond. En toen mochten we al door de Oude Wasstraat. Toen hebben we al met de eigenaar gesproken. En die zei, nou, volgend jaar moeten we het grootser aanpassen. Ja, dat is eventjes een beetje zo van, nou, zullen we het wel of niet doen? Nou, op een gegeven moment ontstond het idee. Nou, dan komen loopzussen komen helemaal los. We worden helemaal knettergek. En dan, nou, dan is het gewoon fun, runnen en fun over het parcours. Er wordt af en toe ook wel gewandeld straks. Dat zeggen we ook, want doe het rustig aan. Je hebt alle tijd. En op het einde volgt gewoon nog een toetje door de blinkcarwars. Nog een lekker toetje van Jumbo.
En een mooi shirtje van Decathlon, nou, dan is het feest compleet, toch? De afstanden voor de kidsrun was 400 meter en de run voor volwassenen bedroeg 1200 meter. Mochten maximaal 100 deelnemers meedoen, hoe is het met de aanmeldingen? Nou, in het begin liep het een beetje heel erg rustig. We hadden nog niet veel animo aangegeven. Dus eerst was het binnen onze eigen loopgroep in de maten. Nou, toen hebben we het op social media gezet, op Twitter. Bij één retweetje van Blinkar was zelf. Nou, toen kwam het binnen. We waren binnen 2 weken zaten we vol. En hoeveel kinderen en volwassenen gaan er meedoen? Is die verdeling er een beetje? Het is precies 50-50. Er zijn een aantal kinderen die zijn ietsjes ouder dan 8. Dus die mogen de grote ronde doen onder begeleiding. En ongeveer 20 kindjes gaan de kleine ronde doen. Hoewel deelname aan de Brinkrun gratis was, werd er wel een donatie gevraagd voor het project Heftig. Waar komt het geld dan terecht? Het geld komt terecht bij ongeveer 50 tot 70 jongeren die ieder jaar geholpen worden door coaches, vrijwillige coaches. Waar hebben die jongeren problemen mee? Waarom hebben ze hulp nodig? Nou, sommigen die hebben het op school niet zo goed, dus die kunnen geen vrienden maken of die zeggen het loopt niet en eigenlijk krijg ik van niemand de hulp die ik wil. Of ze zoeken een stage wat niet werkt of werk of ze moeten een vervolgstudie kiezen waar ze van zeggen ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. En het idee van de coaches zoals het ooit begonnen is dat ze dan een volwassene ontmoeten die niks van ze hoeft. Want er zijn natuurlijk genoeg begeleiders, ouders, mentoren, leraren, maar die hebben altijd een idee wat er zou moeten gebeuren. En onze taak is om dat idee even los te laten en er echt alleen te zijn voor de jongeren. Een keer te vragen, wat wil jij nou eigenlijk? Ja, precies. Wat wil jij? En dan wel met een volwassene die wat van het leven weet. Hè? Dat je je niet zo zorgen hoeft te maken en dat alles uiteindelijk natuurlijk wel goed komt. Naar verwachting zal ook volgend jaar weer een Brinkrun worden gehouden. Eén ding scheelt, je wordt er wel weer schoon van. Hey! Hoe vonden jullie het? Ja, erg leuk. Ik ga nog een keer. Ja, ga je nog een keer? Ik ga nog een keer. Maar je bent nog niet helemaal schoon geworden door de mooie douche, hè? Nee, maar het komt zo goed. Neem maar dat hij zo harder gaat. Ik hoop het voor je. Goedendag. Hoi. Zo, u ziet er flink smerig uit, om het zo maar te zeggen. Flink onder de modder. Klopt. Ja. Hoe was het? Ja, het was hartstikke leuk, maar soms wel heel diep. En als je dan niet zo groot bent, dan zak je tot je knieën weg, zeg maar. Oeh, dat is dan best wel zwaar nog. Het was heel zwaar, maar wel ontzettend leuk. Het circus is bij jongeren enorm populair en daarom zijn er in vrijwel alle grote steden in Nederland jeugdcircussen ontstaan. Ook in Apeldoorn worden nu circuslessen aan de jeugd gegeven. De eerste les ging gisteren van start in het gebouw van Markant. Een van de initiatiefnemers is Tjapko Adams. Waar komt je passie van het circus vandaan? Het is begonnen met acrobatiek. Ik heb jarenlang natuurlijk op dansles gezeten. Ik heb een aantal jaren geturnd. En op een gegeven moment met een jaar of 20, 22, dan ben je in turnland redelijk hoog bejaard. En toen ben ik in aanraking gekomen met de acrobatiek. En vanuit de acrobatiek ben ik in aanraking gekomen met jeugdcircussen. De lessen bevatten diverse circustechnieken zoals diabolo, jongleren, acrobatiek en eenwielfietsen. De circuslessen worden door ervaren circusdocenten gegeven. Het doel is wel uiteindelijk een bepaalde groei door te maken. Niet qua volume, maar vooral qua niveau. Zodat er een vaste basis ontstaat. Kinderen die doorgroeien in een circusdiscipline. Kinderen met wie je optredens inderdaad gaat doen. Kinderen met wie je workshops gaat verzorgen, ook op andere scholen. En ik merk ook, we hebben ook wel eens de wat oudere kinderen die dingen uitleggen aan jongere kinderen. En je ziet bij zo'n kind van 8, 9, 10 dat het veel leuker voor hen is als zo'n knul van 16 het uitlegt dan wanneer ik of René het uitlegt. We kunnen het allemaal even goed uitleggen, maar ja, heb je nog liever zo'n oude vent als zo'n jonge knul ervoor. De jonge cursisten zijn al erg enthousiast bezig op hun eerste lesmiddag. Zij kregen gelijk al te maken met de jongleertechnieken. Niet gelijk de makkelijkste techniek. Nadine, hoe vind je het om mee te doen met het kindercircus? Het is heel leuk. Je leert er van allerlei dingen. Je leert bijvoorbeeld en het is heel leuk om te kunnen doen. Het is gewoon heel gezellig. Wat vind je het allerleukste? Ik vind het allerleukste, nu ben ik goed aan het oefenen met jongleren en ik vind hoog eenwieler ook heel erg leuk. Hoog eenwieler, versta ik dat goed? Ja, dat is denk ik heel moeilijk om je balans te houden, hè? Ja, het is heel anders dan de lage. En ga je straks ook optreden?
En durf je dat op te treden? Ja, het is natuurlijk wel spannend, maar het is wel leuk. In Apeldoorn worden de circuscursussen op de dinsdagmiddag en zaterdagochtend in Markant gegeven. Uit onderzoek blijkt dat vlammen in de pan vaak de oorzaak van woningbranden zijn. Dat meldt het team brandonderzoek van Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Vlam in de pan wordt veroorzaakt door oververhitting van een pan waar vet of olie in wordt opgewarmd. In de maanden maart tot en met mei waren er 12 keukenbranden, waarvan er 8 keer het om de vlam in de pan betrof. In oktober zijn de jaarlijkse brandweerpreventieweken. De brandweer adviseert mensen om zich aan te melden voor een woningcheck of zich beter te laten informeren over wat te doen bij woning- of keukenbrand. Sportwinkel Decathlon in Apeldoorn en Stichting Midwintermarathon Apeldoorn hebben een sponsordeal met elkaar gesloten voor 1 jaar. Decathlon wordt afstandssponsor van het onderdeel de Minimarathon. Met de sponsoring kunnen extra acties voor de lopers gerealiseerd worden. Het sponsorcontract is 1 jaar geldig, maar de intentie bij beide partijen is om veel langer met elkaar te gaan samenwerken. Decathlon Apeldoorn is een van de ruim 650 vestigingen in Europa van de sportwinkelketen. In het Christelijk Lyceum in Apeldoorn zijn 5 hypermoderne en multifunctionele BINAS-lokalen in gebruik genomen. Dat gebeurde dinsdagmiddag tijdens een spectaculaire opening. Een havikachtige vogel, de bateleur, had een sleutel bij zich. De rector van het Christelijk Lyceum, Peter Berg-Ambacht, kreeg de sleutel en stelde daarmee een ander onderdeel van de openingsplechtigheid in werking. Dit gedeelte symboliseerde de vakken natuur en scheikunde. De bateleur stond symbool voor het vak biologie. De nieuwe biologie, natuur en scheikunde lokalen zijn opnieuw ingedeeld en voldoen aan het nieuwe onderwijsconcept. Het is de Christelijk Lyceum een heel klassiek gebouw. Hè. We zijn al een aantal jaren bezig echt met de onderwijsvernieuwing. Met name de beta-vakken willen we heel graag versterken. Nou, op die PowerPoint daarachter kun je misschien nog zien wat de oude situatie was. En het was gewoon hard aan vernieuwing toe. Dus we hebben de complete vleugel, dus de beneden- en de bovenvleugel van de beta-vakken is helemaal vernieuwd. Nou, zoals we hier staan, we nu in een volledig practicumlokaal. Dus dit is permanent practicumlokaal. Daarboven hebben we een zeldenlokaal. Beneden is scheikunde en biologie. En boven is natuurkunde en de beta-plus. We hebben een aparte beta-plus-klas hier op school. En daarnaast hebben we 2 lokalen die we multifunctioneel kunnen gebruiken. Dus die zitten standaard in een theorie-setting. Maar daarnaast kunnen we zuilen naar beneden laten zakken en dan kun je ook practicum doen. Er is gekozen voor een open setting. Waarom? Ja, daar hebben we heel bewust voor gekozen. In de oude setting hadden we afgesloten kabinetten en meer hokjes, zeg maar. En nu door deze open setting en zelfs een doorkijk van het ene lokaal naar het andere lokaal, is er een veel open benadering en ook richting de TOA's dus. De TOA's staan echt constant rechtstreeks in contact met wat er in het praktijklokaal gebeurt. Dus zo hebben we een veel openere communicatie ook. En dat past ook bij het nieuwe onderwijs. De ruimtes zijn lichter geworden en hebben een open karakter gekregen. De leerlingen krijgen daardoor meer vrijheid en worden door de nieuwste faciliteiten extra uitgedaagd. Dat was vroeger wel anders, weet inmiddels gepensioneerde Gert Cornelissen. Wat vindt u ervan geworden? Indrukwekkend. Groot, wit. Ik heb het idee bijna een ziekenhuisachtig, maar het ziet er heel technisch allemaal uit. En wat ik hier nu zie in die nieuwe ontwikkeling, die technologie, hoe alles verbeterd is. In plaats van die kalkborden, nu van die mooie borden waar tv's en digibord heet dat geloof ik. Nou, ook alles gaat met elektronica en ook de inrichting is veel mooier. Die eerste waren van die rechte meubels allemaal strak en dit is allemaal een hele mooie vormgeving. Op sommige plekken zijn ook oude schoolmiddelen in de nieuwe lokalen gedecoreerd. De aanwezigen vonden de verbouwing indrukwekkend en mooi. Dat vindt ook leerling Jake Edwards. Het is wel ruimtelijk, wel leuk. Veel beter dan het oude, want het oude was heel erg klein, leek het wel. Dus ik vind het wel beter. Ga je nu met plezier naar school? Nou, ik heb het nog maar 1 jaar en dan laat ik alle vakken. Dus van scheikunde en zo ga ik allemaal laten vallen. Dus. Maar voor dit jaar. Doordat de nieuwe ruimtes erg open zijn, zijn de werkplekken van de technisch onderwijsassistenten onderdeel geworden van de practicumlokalen.
Vanmiddag gaf burgemeester John Berens in een persconferentie uitleg over de nieuwe tijdelijke opvang van de 400 asielzoekers die nu nog in de Amerikahal verblijven. De noodhulp in de Amerikahal moet op 25 september daar weg, omdat daar evenementen al waren gepland. Lange tijd was het onzeker waar de noodopvang dan zou komen, maar er is nu een oplossing voor gevonden. Ja, het is inderdaad. We hebben met verschillende partijen, waaronder de partij Libema, die exploiteert de Amerikahal, maar ook bij ons Omnisport. En de COA en wij zelf als gemeente hebben afgelopen 2 weken intensief met elkaar rond de tafel gezeten om te kijken wat is er mogelijk. En we zijn eruit gekomen, dat heet om de skilabaan en de ijsbaan, om daar een paviljoen te vestigen. Dat doet het COA voor de goede orde. Om die 400 die we nu hebben als het ware te laten verhuizen binnen hetzelfde gebied naar de nieuwe locatie. En waarom konden ze niet blijven in Amerika al? Ja, het is altijd een afweging van verschillende belangen die spelen. Het lijkt bijna triviaal, events, hè? En dan denk je, ja, is dat dan zo van belangrijk om die events door te laten gaan? Het belangrijkste is dat je ook acceptatie houdt met de vluchtelingen in combinatie met de omgeving, met ook de ondernemers. En op deze manier hebben we toch iets gevonden met elkaar wat volgens mij alle partijen in dit geval tevreden maakt. Want alle omliggende bedrijven en de wijkbewoners, die zijn wel allemaal in dit proces betrokken? Allemaal is een groot woord natuurlijk. Ik durf niet te zeggen of ik ze allemaal heb gehad. Maar zoals wij het dan noemen, de bewoners krijgen nu zo meteen een brief allemaal thuis. Waarin dus duidelijk wordt gemaakt dat deze verhuizing plaatsvindt binnen het gebied. De ondernemers zijn in dit geval geïnformeerd door middel van een brief. Maar ik heb nauw contact gehad, ik zei het al, met de exploitant. Ook met WSV, dat is de sportvereniging die daarnaast ligt eigenlijk. Waar het terrein ook van is. Ze huren het van ons. Ja, zo ver als mogelijk. Ik kan niet uitzetten dat ik misschien hier en daar nog wat vergeten ben. Maar zoals we het kunnen overzien, nu denk ik wel dat het gelukt is. De skiler en ijsbaan wordt tot noodhulpdorp omgetoverd met luxe tenten. Het wordt een paviljoen. Wij noemen het de ijsbaan omdat die locatie zo bekend is. Maar er komt een paviljoen waarin dus de 400 vluchtelingen gevestigd kunnen worden. En hoe gaat het paviljoen eruit zien? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben geen bouwer, hè? Maar het zijn paviljoens, meerdere paviljoens heb ik begrepen, waarin dus de vluchteling 400 in totaal gehuisvest kunnen worden. Er kan gedoucht worden, er kan gerecreëerd worden. Er zit trouwens ook een grote sporthal naast. Dat scheelt ook alweer met recreatie. Het voldoet volledig aan de eisen die wij daar eigenlijk aan stellen. Ja, en ik hoorde tijdens de persconferentie dat de samenstelling van de mensen die er zitten, dat muteert. Dat daar verandering in is. Hoe werkt dat? Je hebt noodopvang, dat zijn mensen die binnenkomen in ons land, gescreend worden in Ten Apel. Er zijn nu ook al 2 of 3 andere locaties in Nederland. Dat betekent medische keuring en ook paspoortcontroles en dat soort zaken. Is dat goed, dan gaan ze naar noodopvang toe. En dan gaat uiteindelijk bekeken worden of ze in een asielprocedure komen. Komen ze in een asielprocedure, dan komen ze in een AZC. Daar zijn we in Apeldoorn ook mee drukdoende. Dus tussen nu en denk ik 2-3 weken valt daar ook de finale beslissing over. En de asielprocedure die kan soms een jaar, soms nog wel langer duren. En als ze dan hier mogen blijven, dan hebben we het over huisvesting. En dat is nog de 3e stap die we zetten. De asielzoekers die tijdelijk in Apeldoorn verblijven, kunnen nu rekenen op langer verblijf dan in de Amerikahal. Ook deze nieuwe locatie is een tijdelijke opvang. Tot wanneer kunnen de vluchtelingen daar blijven? Het college van BMW heeft de beslissing genomen om het een half jaar te doen. Daar is nu 1 maand van verstreken. Dus tot en met eind februari 2016 is deze locatie sowieso beschikbaar. En er was er stond er een stuk in de krant dat er eventueel misschien nog druk werd uitgeoefend door de COA. Ja, dat klopt wat u zegt. Laat ik dit zeggen. Het is absoluut niet waar, als die indruk nu gewekt is, dat het COA druk uitoefent. Ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk in Apeldoorn. Op geen enkele wijze. Ik ontmoet alleen maar in dit geval een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen bijvoorbeeld een Libema, tussen een COA en tussen ons om eruit te komen met elkaar. En dat moet je wel hebben en ook de burgerij om eruit te komen met elkaar. En dat is essentieel bij dit soort vraagstukken. Maar wordt dus geen druk uitgeoefend? Nee, tegendeel. In het gemeentehuis werd gisteravond tekst en uitleg gegeven over de aanpak van het aanleggen van de nieuwe water- en gasleidingen. Het vervangen van de water- en gasleidingen is namelijk hard nodig. De aanleiding zijn 2 incidenten die in 2014 hebben plaatsgevonden, waarbij een waterleiding is gebroken. En door het spoelgat dat ontstond is op een gegeven moment ook de gasleiding gebroken. Of is er een scheur ontstaan in de gasleiding. En daardoor is de gasvoorziening verstoord geraakt. En mensen hebben dagenlang zonder gas gezeten. En met name werden veroorzaakt door die asbestleidingen? Nee, het is veroorzaakt door het meest waarschijnlijke oorzaak is een breuk in de waterleiding. En de oorzaak van die waterleiding,
Die is meest waarschijnlijk veroorzaakt door aantasting van de waterleiding, maar ook in combinatie met graafwerkzaamheden. Er zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving. De gemeenteraad werd bijgepraat over de aanpak van dit omvangrijke project. Wat vindt u van het plan van aanpak van Liander en Vitens van vanavond? Nou, ik vind het een verschrikkelijk goed plan. Want de laatste jaren ging het eigenlijk nogal wel verkeerd. Dat er problemen waren met de gasleiding, met de waterleiding of de waterleiding die sprong. Naast de 46 kilometer water- en gasleidingen die nu worden vervangen, zijn er op tal van andere plekken in Apeldoorn nog oude leidingen te vinden die eigenlijk ook vervangen moeten worden. Ja, dat klopt. Ik meen dat ze verteld is dat er nog 190 kilometer waterleiding zit die nog met die AC-leidingen zijn. Dus met andere woorden, je houdt nog voorlopig dat risico, hou je nog steeds? Volgens mij, ja. En ik heb ook altijd begrepen dat 50, 60 jaar ongeveer de grens is eigenlijk van die leidingen, dat ze dan eigenlijk min of meer op zijn. Dan praat je over vervanging van 46 kilometer, maar het totale gas- en waternet is natuurlijk groter dan die 46 kilometer. Zeker. Maar wij richten ons nu op die 46 kilometer waar de risico's op een gecombineerde storing van water en gas het grootst is. We willen dat risico reduceren, dat is het doel. De aanpak voor het vervangen van de water- en gasleidingen roept veel vragen op bij bewoners in dat gebied. Het is nodig en het is heel voortvarend. In die voortvarendheid missen ze de communicatie met bewoners. Uw zorg is met name de communicatie? Mijn zorg is vooral de communicatie. Wij hadden de brief eerder in huis dan dat de gemeente was ingelicht over de inloopavond. En welke problemen verwacht u eigenlijk dan? Ik verwacht vooral problemen voor de mensen die zorgbehoeftig zijn. We hebben een aantal mensen die slecht ter been zijn, maar ook mensen die gewoon dement zijn of lichtdementerend zijn. En als je bij dat soort mensen een dag het water afsluit, ik weet niet hoe u erover denkt, maar dan heb je toch echt een probleem. En de contacten met die mensen, natuurlijk, buren helpen buren. Maar dan moet je wel goed communiceren. En we weten nog steeds niet hoe het gaat gebeuren. Gaan woningen opengebroken worden als mensen langdurig afwezig zijn? Ik kan me dat niet voorstellen. Maar als het gas eraf gaat, zal het moeten. En hoe worden nou de klanten en omwonenden op de hoogte gehouden? En die worden ze krijgen een brief thuisgestuurd. Daarin staat ook waar informatie staat over de voortgang van het project. Ook wanneer een straat aan de buurt is. We hebben daar ook een website voor geopend. En verder zullen er ook huis-aan-huis kaartjes worden verspreid. Een paar dagen voordat de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar het is onontkoombaar dat trottoirs open gaan. Dat de huizen even wat moeilijker, minder goed bereikbaar zijn. Dus daar zullen dan voorzieningen voor worden getroffen. Parkeren in de straat wordt soms lastig. Dus het zal tijdelijk voor enige overlast zorgen. Het vervangen van de water- en gasleidingen gaat tot eind 2017 duren en gaat rond de 20 miljoen euro kosten. Door de crisis zijn er kinderen die geen Sinterklaas kunnen vieren omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Project Schoorsteengeluk zette zich eerder in Gouda al in om 70 kinderen toch het Sinterklaasgevoel te geven door ervoor te zorgen dat die kinderen een cadeautje krijgen. Project Schoorsteengeluk gaat dat nu ook in Apeldoorn organiseren. Wat houdt het project Schoorsteengeluk eigenlijk in? Schoorsteengeluk is een Sinterklaasproject voor kinderen van 0 tot 10 jaar die uit gezinnen komen waar financieel de middelen eigenlijk niet zijn om Sinterklaas te vieren. En wat was nu de aanleiding om dit project te starten? Nou, Marjolein kwam met het verhaal van een jongetje wat ooit eens op school kwam. En op school hebben ze die kringgesprekken, daar kunnen kinderen vertellen hoe het allemaal gegaan is afgelopen weekend. En dat jongetje had op school verteld dat hij geen Sinterklaas cadeautjes had gekregen. En daarop hadden alle andere kindjes gezegd, hoe kan dat dan? Ben je dan soms niet lief geweest? En dat gevoel willen wij weghalen. We willen de kinderen gelijk trekken dat ze allemaal een leuk Sinterklaas kunnen vieren. Wat is nou de bedoeling? Het is een inzamelingsactie. Hoe gaat het in zijn werk? Wij zamelen cadeautjes in, we hebben een blog, we hebben een Facebookpagina, daar proberen wij zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. En mensen die thuis nog speelgoed hebben liggen, nieuw of zo goed als nieuw, kinderboeken, spelletjes, kunnen dat bij ons inleveren. En wij zorgen dat dat bij de kinderen komt. En tot nu toe al wat reacties gehad? Ja, heel veel en allemaal positief. We hebben al mooie cadeautjes mogen ontvangen. Er hebben al verschillende kinderen zich aangemeld. We zitten nu op de 40. 34 kinderen. Ja. 34 en dan nog zo'n 40 te gaan dan inderdaad. En dan, we richten ons op 75 kinderen en dan inclusief de gezinnen die daarbij horen.
Nou gaat het natuurlijk niet alleen om speelgoed in te zamelen. Ik neem aan dat je ook wel behoefte hebt aan wat sponsors. Ja, we zoeken zeker sponsors. Allemaal in natura eigenlijk. We zoeken nog jute zakken. We zoeken snoepgoed voor de kinderen. We zoeken chocoladeletters. Iemand die daaraan wil bijdragen. En ja, als er ondernemers zijn in Apeldoorn die een bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld met toegangskaartjes voor een zwembad of ik noem maar iets. Die kinderen willen steunen. Heel graag. Waar worden nou straks dan die cadeautjes uitgereikt qua locatie? Ja, de locatie is op dit moment nog niet bekend. Wat we wel van plan zijn is om een groot feest te geven. Waarbij ook Sinterklaas eventjes bij ons langskomt en de Pieten de cadeautjes uit gaan delen. En daarna is de bedoeling dat de mensen ook met de overige cadeautjes weer meegaan naar het gezin. En dat het feest daar weer verder opgepakt wordt. Donoren en bedrijven kunnen terecht op hun blog schoorsteengelukapeldoorn.wordpress.com. Verschillende monumenten in Deventer openen dit weekend haar deuren. Op Open Monumentendag vieren we de rijkdom van het Nederlands erfgoed. De kans om een plek te bezoeken die normaal voor publiek niet toegankelijk is. Deventer Verhaal organiseerde samen met partners uit de stad activiteiten en workshops voor jong en oud rondom het nationale thema kunst en ambacht. Daarnaast waren er rondleidingen door de stad en werd er veel verteld over de achtergrond van de verschillende monumenten. We doen mee met de Open Monumentendagen, dat we in een pand zitten wat heel erg oud is. En ons pand bevindt zich ook een geweldig mooie muurschildering uit 1549. Een muurschildering die bij toeval 13 jaar geleden is ontdekt. En voorstelt de feestelijke intocht van Philips II in Deventer. Het pand bestaat uit twee delen. Het achtste gedeelte is 15e, 16e eeuw. En het voorste gedeelte en voorgevel 18e eeuw. De muurschildering bevindt zich op een muur uit 1350. En die muur is ooit weer onderdeel geweest van een poortgebouw bij een kloostercomplex. Dus dat is echt allemaal historische van grote waarde. En het achtergedeelte, het achterhuis, ja, 15e, 16e eeuw. Dus daar hebben zich van allerlei dingen afgespeeld, bewoond geweest. Werkplaatsen hebben er gezeten. Dus ja, heel veel. Zeg maar eens, ik wou dat de muren konden spreken. Dan hadden we de geweldigste verhalen gekregen. Ah, de aanloop was fantastisch. Overweldigend. We hebben ruim 200 bezoekers gehad overdag. En gisteravond tijdens de Nacht van Goud waren verschillende locaties, monumentenlocaties, optredens. We hadden hier de geweldige verhalen vertellen. Henk Verbalen, die ging vertellen over verborgen schoonheden. En die avond hebben we ook ruim 75 personen gehad. Dus ja, overweldigend. Ja. Een schip vol passagiers met mensen die dus tijdens de monumentendagen bij ons kunnen opstappen voor vaartochtje over de IJssel. Het schip waar we nu op varen komt uit Amsterdam. En die is speciaal aankomen varen uit Amsterdam. Het schip dat we net tegenkwamen komt uit Zwartsluis. We hebben ook een schip uit Almelo. Dus eigenlijk is het haast een persoonlijke reunie van ons allemaal. Maar we zijn super actief tijdens die monumentendagen. En bezorgen op deze manier heel veel mensen gewoon een leuk drie kwartiertje op de IJssel. En we hebben natuurlijk fantastisch geluk met het weer op het ogenblik. We hebben gisteren ook vaartochten gedaan met archeologen aan boord. Die een verhaal vertelden over de nevengeulen die gemaakt zijn. De scheepswrakken die ze daar gevonden hebben. En meer verhalen vertellen over archeologische vondsten aan de IJssel. En daar is ook heel erg veel belangstelling voor. Dus dat is voor herhaling vatbaar. Er is behoorlijk veel belangstelling. Ik kan het nog niet precies zeggen wat we gisteren hadden. Maar alle schepen zijn gewoon telkens met 12 mensen op pad. En zo over het hele weekend genomen, denk ik, vorig jaar zaten we op ongeveer 2000 bezoekers. En ik denk dat we dit jaar iets minder halen, maar mensen reageren gewoon heel enthousiast. En elke voorstelling was gewoon lekker vol. Ja, deze synagoge is een hele bijzondere. Hij is namelijk gebouwd in de zogenaamde Moorse stijl. Dat was een symbool van de wens tot vreedzame samenleving met de niet-Joodse omgeving in de 19e eeuw. Daar was behoorlijk wat Jodenhaat toen. En Joden, ten eerste durfden ze weer wat opvallender
te bouwen. Want de kleine synagoge, dit heet de grote synagoge, de kleine synagoge is nu het Etty Hillesum Centrum. Dat is een klein wit gebouwtje. En dat was eigenlijk de bouwstijl die daarvoor werd toegepast. Niet al te opvallend. En niet op een te opvallende plek, een beetje een zijstraatje, niet aan een groot plein en niet te groot. Maar de Joodse gemeenschap is toen zo gegroeid in die tijd dat ze dit gebouw maakten. En verwezen naar een tijd in de 11e eeuw, dus lang geleden, in Spanje, waar een soort islamitisch staatje was. Waar de Joden en de christenen prima konden samenleven. En dat was eigenlijk de wens van de Deventer Joden met de keus voor dit gebouw, om dat ook weer te bewerkstelligen. Nou, de belangstelling is heel groot. De afgelopen jaren steeds meegedaan. Het is natuurlijk een heel markant gebouw en heel veel mensen. Kijk, een synagoge is over het algemeen wat gesloten. Een Joodse gemeenschap, überhaupt het Jodendom, is geen bekeringsgodsdienst. Dus het zit in de cultuur dat je dat nogal een beetje binnenskamers houdt. Ook vanwege natuurlijk de wat anti-Joodse gevoelens eeuwenlang. En we hebben ook niet een bekeringsopdracht, dus wij staan niet zo erg op een zeepkist buiten. En dat resulteert er vaak in dat een synagoge nogal gesloten is voor de buitenwereld. Wij proberen daarmee te breken. Niet om zielkens te winnen nogmaals, maar wel vanuit het idee dat onbekend ook onbemind maakt. En daarom willen wij ook met deze open monumentendagen meedoen. Om over het Jodendom te vertellen en om dit prachtige gebouw te laten zien. En we krijgen heel veel mensen uit Deventer op bezoek die al heel vaak zijn langsgelopen, maar nog nooit binnen zijn geweest. En die vinden dat helemaal fantastisch. Dus echt heel, heel erg leuk. Mensen willen alles weten. Vaak ben je met zo'n rondleiding, dan denk je ik vertel even iets over het gebouw. Maar men houdt dan niet op met vragen, ook over het Jodendom. Er is natuurlijk nog niet zo heel veel bekend over bepaalde rituele feestdagen. Mensen weten wel ongeveer iets over de Bijbel. Maar heel veel interesse en dat is ontzettend leuk. Het verhaal is dat hier in de 18e eeuw drie kleine huisjes stonden. Verschillend in lengte, in breedte, in hoogte. En burgemeester Sloet kocht ze alle drie. En hij wilde graag op stand wonen. En hij had wel genoeg ruimte in die drie huisjes. Maar het oogde natuurlijk helemaal niet. Zulke simpele pandjes voor een burgemeestersfamilie. En daarom heeft hij het wat verbouwd. Niet al te veel. Moest wel een beetje op een koopje. Maar aan de voorkant kwam een soort van operettedecor in de vorm van een mooie gevel. En aan de binnenkant heeft hij op de begane grond een brede gang laten maken. En een paar mooie kamers met stukwerk en met marmer. En daar kon hij in stijl zijn gasten ontvangen. En boven zie je nog altijd, ook nu nog, dat er drie verschillende huisjes zijn. Kruip door, sluip door. Maar dat was voor de kinderen, dat was voor het personeel. En daar sliep hij. Dus dat was niet zo belangrijk. Dit is zo'n pand. Het staat nu leeg. Maar menig een komt er langs aan de voorkant of hier aan de achterkant in de tuin. En denkt dan, wat zou dat zijn? Zou ik er eens in kunnen? De Open Monumentendag is juist om de wat aparte monumenten ook open te stellen. En ik merk deze zondagmiddag dat er heel wat mensen het interessant vinden om hier te komen kijken. We zijn om 2:30 open gegaan en de eerste stonden meteen voor de deur. En dat loopt de hele middag door. En op die manier kunnen we wat begrip opwekken voor hoe zo'n pand er dan uitziet, waarom het er is. En meteen een beetje met de hoop dat er weer een goede huurder in de toekomst komt die het ook weer in ere zal houden. Op het Vogeleiland vond op zaterdag 12 september de eerste editie van het festival Monkey Island plaats. Naast een grote jam-sessie met muzikanten uit het hele land vond er op het tweede podium een muzikale programmering plaats met bands als Roots Rising, The Supermoon en Magnetic Spaceman. Monkey Island is een gratis toegankelijk evenement dat is ontstaan uit de Monkey Jam, een jam-sessie in het paviljoen Vogeleiland. Dat werd zo druk bezocht dat de wens ontstond om er een heus festival van te maken. Take a step back now, then take one more for the road. Don't be frightened, we got lies in our bags. The story will unfold, and when you go, the lotus will glow. Just like the great Buddha set free the mind. Hear the song, feel the music. One heart, one blessing, yes. Hear the song, feel the music. Vibrations of happiness. Hear the song, feel the music.
right step. No, it's not easy to show the way. No, it's not easy to concentrate. No, it's not easy to obligate. Rules which are bound to break. Say, say. Don't wanna step in at the depth of nine. Don't wanna focus on the bad and all that's left behind. Cause all the time they feel stressed, they harass the mind. I want the people to be blessed. Yes, yes. That is why we keep the feeling to be drifted. That is why we keep the spirit to be lifted. That is why we play the music for the gifted. We keep at peace with natural mystic. Cause we hear the song, feel the music. One heart, one blessing, yes. Hear the song, feel the music. Vibrations of happiness. Hear the song, feel the music. One heart, one blessing, yes. Hear the song, feel the music. Iration, back attack, step. Het mobiele lab van Randstad stond gisteren op de brink in Deventer met het project Worden wie je bent. Een project gericht op jongeren tussen de 18 en 26 jaar. Met name te kijken van nou, wat is jouw drijfveer, zeg maar. Wat maakt dat jij graag aan het werk wil en wat is dan jouw droombaan? Wat is de baan die jij eigenlijk heel graag wil en hoe kom je daar dan? En om jongeren die werkzoekend zijn, om die even wat extra aandacht te geven op weg naar hun eerste baan. Met dit project probeert Randstad iets te doen aan de jeugdwerkeloosheid. We geven ze adviezen. Wat je kan verwachten is dat zij eigenlijk de truc instappen. En op dat moment kunnen ze door de truc heen lopen. En hebben een aantal verschillende hoeken waar zij geadviseerd worden over bijvoorbeeld social media. Hoe ben je online zichtbaar? Wat zou je daarin kunnen verbeteren? Daarnaast krijgen ze tips over sollicitatietrainingen. Wordt er een elevator pitch met hun afgenomen? Nou, wat is je houding als je gaat solliciteren? Ze krijgen kledingadvies van een stylist die hun helpt met kleuradvies. Voor de rest wordt er een gesprek aangegaan vanuit Randstad met een recruiter. En krijgen ze vanuit een professor werkgeluk krijgen ze ook nog wat adviezen over solliciteren. En met name ook hoe kun je nou een baan vinden die echt bij jou past. Nou, om hun daar nog verder bij te helpen hebben we ook de Oculus Rift. En dat is een virtual reality, een 3D-bril. Waarbij ze door 11 vragen te beantwoorden een 3D-werkelijkheid krijgen vanuit de bril. Zeg maar. Wat is nou de branche die het beste bij jou past? Deze student heeft gebruik gemaakt van de Oculus Rift. Wat was het resultaat? Dat is een interessante. Ik ben afgestudeerd chemicus. Alleen de uitslag van wat ik net heb gedaan is finance. Dit lijkt heel wat anders natuurlijk, maar ik denk dat ik ooit te vroeg ben geweest met het kiezen van mijn richting. Dus ik denk sales manager, zoiets, dat zal het worden. Dus misschien heeft hij wel gelijk. Het project duurt 5 weken en het mobiele lab staat op diverse plekken door het hele land. We staan op 24 verschillende plekken in Nederland. We hebben onder andere al een aantal events gehad. Eentje in Enschede, hier nu in Deventer. Morgen staan we in Lelystad, maar we hebben ook natuurlijk Amsterdam bezocht, Utrecht. Almere zijn we geweest, Arnhem zijn we geweest. Nou, wat ik al zei, we komen op alle plekken en we zitten in heel Nederland als Randstad. En daar gaan we ook met de truc naartoe. We hebben als doelstelling wel om 10.000 jongeren aan een baan te helpen, maar ja, eigenlijk zoveel mogelijk. Ik ben hier vandaag om te helpen om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen die we aan de baan kunnen helpen of in ieder geval verder op weg kunnen helpen.
Want ja, goed, heel veel mensen weten niet precies wat ze zoeken. En hopelijk kunnen wij de handvaten bieden aan mensen, zodat ze in ieder geval weer wat verder kunnen in hun zoektocht. Ik heb veel mensen in ieder geval met een goed gevoel weg zien gaan. En ja, dat is het belangrijkste. Morgen is het bewolkt, een beetje zon en droog. Er staat een matige zuidenwind en het wordt 17 graden. In de nacht is het zwaar bewolkt en vallen er buien. Het kwik daalt naar 11 graden. Dinsdag wordt het een regendag en woensdag vallen er buien. Het wordt dan 16 graden.